Hallo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug bij Mafia 3 op Den Aden. Dit is inmiddels aflevering 8 alweer. En ik kan niet wachten om zo snel mogelijk verder te gaan met de game. Ik hoop dat jullie tot nu toe hebben genoten en ook zullen gaan genieten van deze aflevering. Ik sta op het moment bij de wapendealer. Ik heb hem even snel gebeld, dat kan gewoon via L1 en dan daar naartoe. Om wat ammo te fixen of in ieder geval andere wapens te pakken, want daar links op de kaart staan er pittig wat gasten. Inderdaad, we hebben even wat wapens gefixt. Mijn auto staat hier klaar. Eigenlijk klaar om te kunnen ontsnappen zodra het hier helemaal uit de hand loopt. Ziet, best heftig druk. Ik zit hier mijn auto nu, maar het... Het valt me opeens op dat ik hier gewoon al ben geweest. Door de vorige aflevering ging ik hier los. Dus welkom terug allemaal. Leuk dat jullie er zijn, maar als het goed is kennen jullie het gebied al. Natuurlijk niet in zijn geheel. Ik kan hier wel een kogelvrij vest fixen trouwens. Ik pak even mijn wapen die ik zojuist heb gekocht. Volgens mij is het gewoon een M1911. Kijk, dat vest is altijd awesome. Ik kan hier geld van ze oppakken en wapens. Ik had nooit wat hoeven kopen. Ik had het gewoon kunnen oppakken, joh. Maar goed, goed om te weten op het moment dat mijn ammo er doorheen is ofzo. Dat hier gewoon een wapen ligt. Hé, ik dacht even dat het collectibles waren en nu posers ofzo, maar alles behalve. Nou, laten we even kijken. Het is helemaal vol met enemies. Doreen's knocked up again. Huh. Congratulations. Like I need another goddamn brat to trip over. Told her to get on the goddamn pill. She's too Catholic for that. You know what? You're better off doing like I what? Do. Get off the Catholics. Fuck, probably be cheaper. Die guy is in ieder geval neer, dat is de Sentry. Hij zou namelijk door kunnen geven dat ik er ben. En dan komen de versterkingen. En daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan, dat willen we niet hebben. Am I here? Don't think we're alone here! Area's off limits, get. Alright, sick. Wat is nou mijn hoofdobjective? Destroy Charlie's heroine. Dus we moeten het gewoon echt kapot gaan maken. Of het nou zijn drugslab is of ook echt de drugs zelf. We moeten maar even kijken wat we aantreffen daar. Ook echt naast een oude kerk met een speeltuintje ernaast. Weet je, het is zo'n onschuldige plek, maar de criminele wereld is echt heftig eigenlijk wat dat betreft. Hij bedoelt de auto's die hij krijgt als pre-order bonus. Volgens mij heb ik die ook als pre-order bonus, aangezien ik hem heb gepre-orderd. Maar I don't know, ik weet niet waar die extra auto's zijn, man. Bonus. Zei ik bonus? Ja, twee keer. Zei ik bonus? Bonus. Het zijn bonus auto's als beloning voor je pre-order. Ik mix woorden blijkbaar, ik heb het niet eens door. Bonus. En die bonus, haha. Die kan je waarschijnlijk ergens vinden, maar ik heb geen idee waar, dus die moet ik zelf ook nog zien te vinden. Ik zie nu ook hoe ik het kan kapotmaken, jongens. Alleen het moet met shrapnel. Oftewel explosives. Het gaat lastig worden. I'm thinking we ain't a white man's work. This ain't the place for you, son. You asking for trouble. Ik denk dat dat duidelijke taal was. Mr. Lincoln. Godverdomme man, ik heb toch helemaal geen explosives? Ik heb hooguit 2 molotovs. Dat zijn toch geen explosives?
See the road? Hit it, cop. Well, I'm serious. Blast that cocksucker! Get my ass behind something! We all damned! Let's go to hell! Ouch. We pakken het geld even op, als het kan. Jazeker. We hebben inmiddels al bijna teruggebracht naar 15.000. Dus dat is mooi. Van 20.000 naar 15.000. We pakken het geld mee. Hier is ook nog geld. Ja. Pak het op dan. Alright, cool. Nou pak ik even mijn wapen terug, want de ammo is er alweer doorheen van die revolver. Maar de revolver is natuurlijk veel sterker. Zo heftig, man. Damn. Hoe bedoel je heftig? What the fuck? Als het goed is, moet hier geld liggen. Ik zie alleen niet waar. Maar goed, laten we snel verder gaan. We moeten even die drugs kapot maken. Even ook. Even die drugs slopen. Die mensen hebben er echt jaren tijd in gestopt en zo. Ja, we komen even langs, we slopen het. Wat? Hoeveel mensen staan hier wel niet? Man. Ze werken ook allemaal in lingerie gewoon, in een drugslab. Wat is dit voor zieke shit? Zonder BH aan. Zie je gewoon in die naakte tetten? Excuse me. Get out of here, run! Zo, die is neer. Dat is perfect. Kenaan, ik was hier gewoon al in de vorige aflevering een keer geweest. Gewoon vrij willekeurig. En nou was ik eigenlijk al op de goede plek aangekomen. Kijk, gelukkig rennen al die vrouwen weg. Die heb ik in ieder geval bevrijd. Kunnen we nu kijken of ik het misschien kapot kan schieten? Perfecto, weg ze al die shit. Kijk, hier ook al die drugs liggen, joh. Niks Born to be Wild. Nee, we kunnen weg hier, ook al lagen er wat albumkoffers daar. Ik kan ze niet oppakken. We kunnen weg hier. We hebben alles gedaan wat we konden doen. We gaan de auto pakken. En we moeten dus nu naar 500 meter om een of andere nieuwe gast te interrogaten. Ik vind het prima. We gaan de auto pakken en we gaan erheen. Ik zie hier iets liggen. Of iets liggen. Ik zie hier iets in de winkel. Ik zag het op de kaart staan. Anything I can help you with, let me know. Oh, sorry. Wat?
Ik ben gewoon bij die employees only area. Niemand die een single fuck geeft ook. Hier kan ik ook zomaar naar binnen. Zie je, hier zag ik iets staan. Op de kaart. Wat is dit wat ik kan oppakken? Een nieuw magazine. Een hop rod. Laten we kijken bij de collection. Een van de eerste die ik oppak. Wat is dit voor iets? Oh, het is gewoon een engine magazine. Het gaat over voertuigen en dat soort dingen. Cool. Oké, we gaan terug naar ons eigen voertuig en gaan verder met de verhaallijnmissie. We zijn er alweer bijna, joh. Daar moeten we even iemand ondervragen en dan krijgen we info van en dan hebben ze het waarschijnlijk alweer gehaald. Hier rijden we langs dat verlaten attractiepark. Eens even kijken wat we aantreffen hoor. Ik ga wel even rustig zo achter deze auto zitten voordat ik aan de slag ga. Het gaat om die twee. Alright, dat is duidelijk. Ik pak er een handpistool bij. We zitten dus daar al in die kroeg. Dit is misschien de perfecte manier om die ene guy te ondervragen. Ik zag sowieso een Playboy magazine trouwens. Kijk, hem moeten we echt ondervragen. En die andere zit hier aan de bar als het goed is. Fuck die guy aan de bar. We gaan hem ondervragen. En daarna vermoorden we die andere guy. Dus let's go. You're gonna tell me about the dope operation. The boss has got enforcers dealing around the hall. You run with me now. About a homicide in the hollow. Dispatch out. If you don't, take your turn. Oh, Jesus. What? Jezus, man. In zijn gezicht gewoon, verdomme. Fuck, de politie is er. Laten we snel de kassa leegmaken. En een Playboy magazine oppakken. En dan ben ik er weer vandoor. Joe! Autootje overgenomen, trofee voor gekregen, weg ben ik. Daar. Fucking hell, mijn banden lek. Gaat heel goed dit. Geef me maar een setje, dankjewel. De enige manier hoe ik dit ga overleven is hier rechts gewoon. Het water in. Maar de enige manier hoe ik dit mogelijk kan overleven, ik hoop het. Go, go, go. Ga erin. Come on, ja. Stap in. En weg hier.
Yes. Damn, wat een chaos was het daar eventjes, zeg. Maar het is gelukt, zomaar. Die boot is al helemaal zwaar beschadigd trouwens. Man, dit was de perfecte uitvoering, denk ik. Ik had ze niet beter kunnen verliezen eigenlijk. Laten we een autootje pakken. Hier staat er gewoon één klaar. Dan kunnen we naar de markering toe. Je wel echt veel plekjes waar ik van die kisten kan fixen. En dan bedoel ik die van die soort boxen, die electronic boxen. Bijvoorbeeld hier kan ik er ook één fixen volgens de kaart. Oh nee, dat is hier. Oh joh, het is gewoon een electronic part op de grond die ik kan oppakken, oké. Okay. Ik dacht ook echt dat het zo'n elektriciteitskastje was, maar dat niet. Autootje even hier snel hier neergepleurd. We rennen over het zebrapad, want we zijn netjes. Ja, ja. En hier links moet ik al zijn. We hebben de locatie doorgekregen. En hier is het al. You heard from mama? Mama's dead. Wat de fuck is iedereen te doen? Weer iedereen besopen? She ain't dead. I just maybe after I'm done. Excuse me. Just shut the hell up about mama, alright? Hij heeft net zijn geld binnengehaald. What the fuck? Hij heeft werkelijk net zijn geld binnen. En hij wordt me gewoon meteen gekild, afgemaakt. Cash, straight up. Ain't your fucking dance, though. Okay, don't make me wait. Oh shit, man. Whew. Ouch. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. 20, 25, 30. Ain't nothing. Het is zo verdomd heftig, man. Jesus, s'il vous plaît, let me live through this. What are we? Doei, meneer. Perfect. Damn, damage complete. Wat ligt hier? Een shotgun, die kunnen we sowieso wel even oppakken om dit allemaal te slopen. Was hier nog wat? Denk het niet, hè? Nee, het was een soort rare opslagplaats. Gewoon een hutje van die guys. De Dixies zijn het, geloof ik. In ieder geval hier wat geld. Doe ik weer de verkeerde knop. Ik ben altijd maar aan het slaan. Agressief joch dat ik ben. Ik wil gewoon op vierkantje klikken, maar ik klik compleet fout. Yes. En nou hebben we toch wel gewoon een beetje korte metten gemaakt met deze guys. Wat we nu doen... Even dit kassie fixen. En dan rijden we naar Donovan, praten met hem en zien we wat onze volgende taak gaat worden.
enough. And I ain't exactly religious, but having the whole city supply sitting around here with the Jesus staring at us does make me a mite nervous. Wat van die Dixie-auto's, vlaggen staan er zelfs nog op. Wow, waarom gaat hij nou opeens stilstaan? Ik merk dat de kaart steeds meer vol activiteiten komt, zeg maar. Ik zie daardoor ook gewoon hier een collectible. Die ik best wel wil oppakken. Ik zou dom zijn om het niet te doen, want als ik er de volgende keer langs rijd, dan denk ik misschien, ja, ik rijd nu veel te hard of ik zit in een achtervolging, ik ga het nu niet doen. Misschien maar slim om meteen op te gaan pakken. Het gaat namelijk om een album cover collectible, geloof ik. En die is hier in deze bar. Ik ben trespassing nu? Kijk, hier ligt die album cover. Hey, ik kan gewoon geld jatten. Ik ben dan wel echt een klootzak, maar goed. Niemand let op, dus. Dankjewel. Even 33 gejat en weg ben ik. Joe! We zijn er al bijna. Ik ben benieuwd wat de volgende mission update wordt. Gewoon weer bij hetzelfde bushokje. Lekker een neutraal plekje om af te spreken. Hallo. Loop eens door, man. Continue will cause any remaining racket objectives to be removed. Klopt, want ik heb ook alles gewoon al gefixt. I've been listening in on old Charlie, and he isn't such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck. And as luck would have it, his wife is expecting. Man in that situation usually doesn't care who he works for, long as he's still above ground. Poor sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now it's between Bo Cephas and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down, and all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a... All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. Ja, je kan dus eigenlijk per boss kiezen om snel geld te verdienen door hem gewoon door zijn hoofd te schieten. Ik heb dat dus net bij volgens mij een van die drugsbases gedaan. Of ze met rondje te recruiten. Dus eerst zeg maar mes op de keel en te zeggen nu werk je voor mij, klaar. En dan krijg je dus op lange termijn meer winst uit al het geld wat er verdiend wordt. Ik ga eens zo'n guy confronteren. En dat is hem, geloof ik. Best wat gast hier, verdomme man. What do you think Georgie'll do if he finds out all our dealers are getting here? He'll kill Richie for sure.
Probably Charlie and Merle, too. Fuck. Comes to that, my ass is vanishing. George, you'll never find me out there in that swamp. Charlie called in all the boys. We're good. Just need to hunker down and wait for that nigger to come to us. What? Got it! You all settled on a name yet? We're seeing about Thomas Lee after my old man. It's got a nice ring to it. This shit with us getting hit doesn't get settled. My boy might wind up being named something else. Nah, it won't come to that. The boys will take care of it, you see. Huh? Jesus! Duggar my ass down! Wat is dit voor raar baasje? Met zijn lange haartjes. Work for me, and you might live long enough to raise your family. Okay, sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. Sick, man. Ik heb het dus nu al omhoog gewerkt naar 63.000. En ik heb 1 racket in mijn huidige omgeving, zeg maar. De plek waar ik in ben. Send your men to the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. I'll have some of my men come right over. And thanks. What's your name for the record? Donovan. John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Getting low! Oh shit, wat is er aan de hand? We're cleaning this place up right, thanks to you. Ja, geen probleem. Ik heb het zojuist voor jullie gefixt. Maar volgens mij was hier gewoon een vuurgevecht gaande. Maar dat is ook alweer gefixt. Tof hoor, hoe we zo langzamerhand meer macht krijgen in het gebied in deze game. Ik pak trouwens even dit wapen op. Ik moet mijn geld ook wel echt even een beetje gaan wegsparen. Niet te veel gaan uitgeven. Wow, kijk, hier staat die guy gewoon. Hij denkt echt, wat de fuck is mij overkomen? Hij heeft de meest random kledingstijl ever, weet je wel. Die brede broekspijpjes, lang haar, brilletje. En hij was gewoon een of andere baas bij de criminelen. Hij werkt nu voor mij. Fuck hem. Heftig. Wat is überhaupt ons eerstvolgende objective? Ik denk dat we daarmee de part gaan eindigen, met die objective. Dus gewoon even praten met Cassandra. Dat is die donkere vrouw. Een van de gangleaders van de Haitians. Of
de Haitians. Ik weet het nog steeds niet. Ik denk dat dat een mooi stuk is om de aflevering mee te eindigen. Dus laten we dat ook maar doen. His name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about Richie Doucet. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she grabbed me is all. You a Dixie Mafia? No. Yes. I mean, shit. I did it for the money, you hear? I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucet? He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays? What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you. My mama, my mama, shit. Go on, get. He could want to sit. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. If you wrong, there'll be hell to pay. Oké, we hebben dus dingen overgenomen. De smack en de prostitutie rackets. En omdat die grotere gangleiders dat zeg maar voelen, zijn ze gaan vluchten. En hebben wij ja, eigenlijk een soort machtsvertoon uitgevoerd. Zo van, wij zijn er ook, we hebben macht. En wees maar bang, want we komen jullie pakken. En dat gepak... En dat aanpakken van die volgende targets is zeker een ding dat we gaan doen in de aankomende afleveringen van Mafia 3. De game is eigenlijk pas net begonnen naar mijn idee en dit soort series kunnen echt super lang duren en ik hou daarvan. Tuurlijk nemen de views af, dat is altijd hetzelfde liedje. Alleen de vaste kern blijft over, de harde kern. En ja, alle launch views nemen langzamerhand af natuurlijk. We zitten inmiddels in aflevering 8 en ik sluit hem af. Maar dit is prima een game die volgens mij de 50 parts met gemak gaat halen. Dus dit is naar mijn idee nog het begin van de game. Ik ben er tot nu toe aan het genieten. De game is nog steeds aan het inleiden. We hebben nieuwe maffiabases, in ieder geval drugsbazen, als target. In de volgende aflevering zal ik proberen daar nieuwe stappen toe te zetten om korte metten te maken met die gasten. Hartstikke bedankt voor het kijken, het liken, het abonneren. En tot de volgende afleveringen van Mafia 3 op mijn kanaal, jongens. Later. This man's name is Jesse. We were just having ourselves a little conversation about Richie Doucet. Listen, I ain't done nothing, you hear? I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and she grabbed me is all. You a Dixie Mafia? No. Yes. I mean,